daarvoor ga je naar de bronnen, namelijk in de gedeelde documenten. We hebben nu allemaal gebruik gemaakt van de map Corona. Er staat ook een map Magister Handleiding en daar staan alle handleidingen van Magister in, ook hoe je dit doet. Dus wat ik nu vertel, kun je daar altijd nog even teruglezen als je dat prettig vindt. Staat er ook sociale veiligheid? Daar staat een, dat zou zomaar kunnen, maar dan moet deze zo naar de maar we gaan eventjes uit van Magister Handleidingen is een belangrijke map, dat als je ooit na wil zoeken, dat je dat daar kunt terugvinden. En de coronamap is dus nu waar we al het lesmateriaal plaatsen. Dat is niet de plaats waar wij voor leerlingen dingen neerzetten. Waarom niet? Dat is eigenlijk tegen de leerling zeggen, zoek maar in die map naar jouw opdracht. Dat is hetzelfde als zeggen, ergens in de school, in dat lokaal, in die kast, op die plank, kun je ongeveer dat boek vinden. Dat gaan we niet doen. Daarvoor hebben we twee opties om dat op een andere manier te communiceren. Wij zeggen, maak zoveel mogelijk gebruik van opdrachten. Dat is handig, dat is prettig, want dan kun je in het huiswerk eigenlijk gewoon zeggen, je vindt de opdracht als opdracht in ELO opdrachten. Dan maak je een nieuwe opdracht aan, met een plusje. Dan kun je daar een titel aan geven. De titel maak je, als je het handig wil houden, hetzelfde als de titel van het document wat je gebruikt. Daar vul je in, eigenlijk in een nutshell, wat je van de leerling verwacht. Dus een notendop, wat verwacht ik van de leerling. Je geeft aan vanaf wanneer het zichtbaar is. Tot hoe laat of tot wanneer een leerling het mag inleveren. Ik zou slim zijn, zet dat eventjes ruim naar voren, zodat een leerling ook altijd de tijd blijft houden om dat in te leveren. Je mag ook nog zeggen, mag een leerling het 2 of 3 of 4 of 5 of 6 keer inleveren. In ieder geval mag een leerling het vaker dan 1 keer inleveren. En of je plagiaatcontrole wil hebben. Dat zit hierin. Dat kun je gewoon doen. Dan kun je daar de opdracht aan toevoegen als bijlage. Dan zie ik dat ik iets moet typen, dus dat ga ik maar even doen. Dan moet ik ook een einddatum invullen, want anders gaat het niet verder. En dan kan ik een bijlage toevoegen. Bijlagen, die voeg ik toe of vanaf mijn computer door op het plusje te drukken of door hier rechts naar de bronnen te gaan. En dan naar de gedeelde documenten, corona en dan naar de juiste map toe. Dus dat zijn de twee manieren om documenten hier aan toe te voegen. Dus daar voeg je de opdracht aan toe. Dan kan een leerling er nog niet bij. Dat doe je namelijk hier via toegang. Door hier leerlingen toe te voegen op groepsnaam. Dus dat doe je niet op leerlingnaam, dat is veel te ingewikkeld. En je kunt daar gewoon de naam van de klas of van het cluster, als je met clustergroepen werkt, kun je daar invoeren en dan moet je die toevoegen. Voorbeeld, we voegen hier aan toe. Dat moet per se, want anders kan een leerling het niet zien. Voorbeeld is B1C, die voeg ik toe, die vink ik aan, dan klik ik op toevoegen. Als ik dat nu doe, dan zien zij het gelijk, dus dat ga ik niet doen. Maar dat is de manier waarop een klas toegang heeft tot deze opdracht. Er staan ook docenten bij. Dat is inderdaad ook handig, dat als je bijvoorbeeld afspreekt, één collega die zet het een en ander klaar, dan kun je een docent er wel toegang toe geven. Dat betekent niet, dat is wel heel belangrijk, dat die docent ook eigenaar wordt van de opdracht. Dus je zult hem, als je zelf feedback wil geven, zul je hem zelf toe moeten voegen. En niet iemand anders toevoegen om feedback te geven. Je wordt nooit eigenaar van de opdracht. Dat is erg belangrijk. Staat er wel een medebeoordelaar? Dat zou wel kunnen, maar hij is geen eigenaar. Dus hij kan geen aanpassing. Hij kan beoordelen, maar kan geen aanpassing. Dan heb je een opdracht toegevoegd. Dat is dus één van de manieren om dat te doen. Daarnaast kun je in de agenda bij een vak, je klikt gewoon op de agenda, je klikt op het uur dat het vak gepland is, kun je huiswerk en toetsen toevoegen, bezig met laden, dan wacht je totdat het geladen is. Dan wachten wij heel lang totdat het geladen is. En dan kun je ook bijlagen aan toevoegen. Ik ga het nog eens proberen. Alleen dan kun je hem niet beoordelen. Daar kun je inderdaad, ja, je ziet het nu niet omdat ik bezig ben, maar dan kun je twee dingen doen. Je kunt daar tekst invoeren en bijlagen toevoegen. Mijn advies is op het moment dat jij wil dat een leerling een opdracht inlevert, zet dan hier bij, je vindt de opdracht in ELO opdrachten, en dan de naam van de opdracht. Kijk, nu kan het.
dan geef je huiswerk op, dus dan is dat je tekst die je toevoegt. En op het moment dat je zegt, de leerling hoeft niet via magister ook alles in te leveren, kun je ook gewoon zeggen, ik voeg hier het bestand toe waarin de opdracht vermeld staat. Dus je hebt twee opties eigenlijk. Zet sowieso hier dus iets neer, of een verwijzing naar je vindt de opdracht in ELO opdrachten, of je zet hier de bijlage zelf neer, dat ze daarmee aan de slag gaan. Maar die had je toch al net? Sorry? Die had je toch al net toegevoegd? Dat is een andere manier. Is twee opdracht, manieren. En dit is de agenda waarin je alleen maar twee bijlage. Oh, oké. Okay. Ja. Maar als ik het via opdracht doe, dan kan de leerling zijn opdracht weer terugsturen. Dan kan een leerling een opdracht inleveren. En dat komt hier dus niet bij te staan, dus dan zul je je textueel moeten toevoegen. Je vindt de opdracht in ELO, opdrachten en mijn opdrachtbestand. Zet de naam van de opdracht daar gewoon achter. En dan is het handig, omdat dan als een klas leveren allemaal leerlingen wat in. En dan kun jij precies bijhouden wie dat dan nog niet of wie dat dan wel heeft gedaan. Achternaam staat dan echt gewoon ingeleverd. Ja. Maar dit is hoe ik het als docent altijd invulde en nu heet de opdracht bijvoorbeeld, dit is B2 geschiedenis, opdracht 1 bijvoorbeeld. Dat zou dan zo kunnen zijn. Maarten, dat format, dat moet je toch denk ik bij de bijlage doen steeds. Dat format voeg je alleen dus toe als jij niet een opdracht in opdrachten hebt staan. Dat is niet nodig om het op twee plaatsen op te slaan. Dus of je voegt hem hier toe, of je zegt... En ik dacht dat juist de standaard was, het format. De standaard blijft vandaar hetzelfde. Die voeg je dan toe in opdrachten. Ja, maar dan als bijlage denk ik, of niet? Ja, maar dus ja, als bijlage. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ah. Dus elke les heeft wel bijlage, namelijk dat format. Ja. Ja, alleen op het moment dat jij wil dat een leerling de opdracht ook inlevert via dan opdrachten, dan moet die daar dus ook gewoon staan. Ja. Dus ik kan alleen in de agenda, dus hoef ik nu nog niks in te leveren.